En dan jullie mensen van Dutch Gaming en welkom bij een gloed nieuwe video hier op dit kanaal. Vergeet dat zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken en dan was te abonneren voor meer natuurlijk. Vandaag weer aangekomen bij een gloednieuwe My Team Career Mode video hier op dit kanaal. Vandaag gaan we dus weer verder met waar we gebleven waren en dat is de Grand Prix van Azerbeidzjan die op het programma staat. Natuurlijk moeten we nog wel eventjes wat upgrades doen, dus die laat ik hierbij ook zien wat we allemaal gaan upgraden. Dan gaan we naar de aerodynamica, gaan we wat ophangingsarmen bevestigen of ook terwijl upgraden, want die zijn er natuurlijk al. Roldempers hadden we net niet genoeg voor. Maar ja, we zijn blij in ieder geval met de stand van zaken van het team. Deze compounds nemen we trouwens mee naar de Grand Prix van Azerbeidzjan. We gaan een keer voor de hardere sets, want dat betekent dat we... We gaan voor de zachtere sets puur omdat wij even willen kijken in de practice hoe het snel is op die snellere banden. Hier zien we de Jefferson weekend voorspelling. En dan komt er geen regen aan te pas zoals wij nu zien. Gaan we motoronderdelen vervangen, want ja, die waren in Monaco ook niet goed. Want de ICE ging het begeven. Nou, ik dacht van, dan kunnen we ook direct alles gaan vervangen. We gaan erom naar de kwalificatie, want ja, ik bedoel practice. Want ja, het is de Grand Prix van Azerbeidzjan. Daar is ons team goed in het straatcircuit. Dat hebben we in Monaco gezien. En ja, we zijn hier op zich wel een van de favorieten samen met de topteams. Dus hoop op de hoop dat we misschien die favoriete rol in kunnen krijgen. Maar dat we nog wel de underdog zijn. We gaan naar de baanacclimatisatie. Ik bedoel, de baan verkennen dus. Zitten we in onze vliegende ronde. Gaan we hier door het kasteelgedeelte heen. Hartstikke goed. We moeten hier nog wel wat dingetjes beter gaan doen. Maar dat komt op zich wel. In ieder geval, dat eerste ging al goed. En dat is goed nieuws. Want ja, heel veel mensen gaan juist wijd bij die kasteelgedeelte. En vallen daardoor dus uit. Dat hebben wij nog niet gehad. Althans, ik niet in deze game. Maar misschien gaat het nog wel gebeuren in deze video. Wie weet. In ieder geval veel paars. En hoe dat paars kon zijn, geen idee. Dat is in ieder geval groen. We hebben 305 kilometer, 303,5 kilometer per uur op de speed, op de trap limits. Op speed trap. En dan gaan we nu onze race strategy even voorbereiden. Dat betekent dat wij meerdere rondes op één compound gaan rijden. Dat is ook wel de race simulatie. En dan halen we nu 311,8. Puur omdat we alles open hebben staan. En dan halen we de eerste rondetijd van 1.46.1. En zo moeten we een beetje doelen gaan halen. Hierna krijgen we het paarse doel. En ja, hier dus in ieder geval eerst ronde 2 van die race strategy. Deze moet je doen, want hierbij kan je team helpen met een betere strategie verzinnen voor de race. Natuurlijk doet de computer dat al, maar hier krijg je meer data en heeft het team dus ook meer gelegenheden om te kijken welke compound is het beste. Hoe lang houdt die het vol, hoe lang houdt zus het vol. Dus in ieder geval moeten we nu het paarse doelstelling halen, dan zijn we er in ieder geval klaar mee. En die wordt gehaald. En dat was dus het einde van die race strategy. Dat zien we dat we op de zachte compound een niet heel lange verwachte levensduur hebben. Want hij moest mee tot de 1.46.2. Daar verwachten ze dus, maar wij duiken daaronder. De levensduur van de banden, ik bedoel, dit heeft dan met rondetijden te maken, hè? De levensduur van de banden is wel hoger dan verwacht. Dan gaan we nu nog een vliegend rondje in de kwalificatiepace doen. Dat betekent dat helemaal alles open staat. Ook de motorstand volledig open. Nou ja, we weten dat dat bij Honda niet heel veel uitmaakt. 315,4 km per uur. Dat wordt wel steeds hoger. DRS vergeten we helemaal. Ik heb helemaal geen DRS aangezet. En dan halen we het doel. Doel is behaald. 21ste. Nou, daar mag je helemaal niet blij mee zijn. Maar we hebben momenteel wel de beste tijd van de sessie. Natuurlijk ook omdat je in train, omdat de rest van de teams in training 1 geen kwalificatierun doen. Kwalificatiesimulatie. En dat doen wij wel. Dus dan is het gat 1.9 op Lewis Hamilton.
Iets waar we wel blij mee mogen zijn. Maar ja, Lewis Hamilton heeft zich ook op de race de hele kwalificatie... Practice, ik ben vandaag echt slecht in mijn woorden. De hele practice in mediums gereden. Dus ja, daar kan je er niet heel erg veel van uitgaan. In ieder geval gaan wij door naar die kwalificatie. En dat noemen we ook wel Q1 nu. Je hebt 3 kwalificaties voor de mensen die de Formule 1 niet kijken. En daar moet je doorheen zien te komen. Er vallen elke keer 5 af. Nou ja, in dit geval 7 in Q1. Omdat je 22 man hebt. Omdat je je eigen team hebt. Maar normaal zijn er 20. En er vallen dus 5 per kwalificatie normaal gezien af. Leclerc haalt ons hier in ieder geval even gezellig in. En, maar ja, dat mag ons rondje niet bederven. Leclerc's rondje is wel bijna een seconde sneller. Maar ja, daar moeten we maar eens meer zien te leven. Maar totdat wij hier ook nog een snelle run neerzetten. Want ja, ik dacht van, we moeten. Kom op, want we zijn niet veilig. Als Ricciardo al voor ons staat. Maar er gaat iets mis, zoals jullie zien. We gaan vermogen verliezen. We verliezen vermogen. En dan wordt het nog wel 500ste goed gemaakt. En dan komen we zelfs op P2 uit. Maar we hadden niet genoeg fuel mee voor dat tweede rondje. En dat is best wel jammer, want we hadden hier wel P1 kunnen staan op Q1. Dan hadden we hier een 1.40.9 kunnen rijden. En dat is nu een 1.41.5. Ja, we verloren wel heel veel secondes, want we reden secondes in het groen. 1 seconde, precies zijn. Hier rijden we weer 1.6.02 boven alles. In Q2 waren we een van de laatste die een run neer wouden zetten. Want ja, jullie zagen het net al, de tijd vloog voorbij. Maar hier moet het wel gaan gebeuren. In Q2 willen wij natuurlijk die snelste tijd. En wat wordt dat? Wordt dat de snelste tijd? Het wordt een 1.40.8. En dan gaan we even kijken hoeveel sneller we zijn. Hier zien we nog even de season's best, maar ja, dat boeit niemand. We zijn 528, om precies te zijn, 528 van een seconde sneller dan Sebastian Vettel in de Ferrari. Is dat realistisch? Nee. In kwalificatie 3 zal dat natuurlijk ook wel weer flink tegen gaan vallen waarschijnlijk. Want dan zetten de teams hun volledige motor open zoals nu. Maar ja, wij ook. En de Honda motor brengt ons nu naar een positie die wij nu nog niet weten. Omdat we nu het rechte stuk oprijden met de DRS aan. En wie door de pitstraat? Wie gaat er nu naar P1? Momenteel wij met 1.41.465. 6.9. Maar ja, dat zal natuurlijk nog veranderen. Want ja, nu staan we op P4 met een gat van 489. Na de kwalificatie is het tijd om de top 3. Dan is het een P4 en daar is iets om heel blij mee te zijn. Want dat is de beste kwalificatie tot nu toe. We maken de kans op die pole, maar ja. We gaan even naar het interview kijken. Het is vast een opluchting dat je zo ver vooraan de grid staat. Vind je dat dit team zo goed presteert als het zou kunnen? Bedankt voor je tijd. Nou ja, zoals jullie me hoorden, vroeg die of McLaren, ja, die presteren natuurlijk niet naar hun doen. Ik bedoel, van McLaren, er is nauwelijks top 10. Nou ja, we gaan even naar de race, want Olaf Mol gaat ons weer even dingen uitleggen. Een warm welkom voor iedereen thuis bij de Grand Prix van Azerbeidzjan van vandaag. Een race die in zijn korte geschiedenis al veel drama heeft gezien. En waar een start vanaf de vierde rij je evenveel kans geeft op een podium als de pole position. Met Lance Stroll en Sergio Perez, die respectievelijk in 2017 en 2018 als derde eindigden. Met 20 bochten en een lengte van 6 kilometer stelt het Baku City Circuit in het hart van de Azerbeidzjaanse hoofdstad het uithoudingsvermogen, het geduld en de precisie van een coureur echt op de proef. Bochten van 90 graden in sector 1 leiden naar een strakkere heuvelopwaartse sprint rond de oude stad. Vervolgens een race van 2,3 kilometer vol gas door sector 3 richting de finish. Bas van Damme, zoals altijd, weer naast me voor de race. Zullen we McLaren bespreken? Wat vind je van de prestatie tot nu toe in dit seizoen? De sfeer binnen het team is momenteel heel positief. Iedereen is goed geluimd en heeft veel plezier in wat ze doen. En dat heeft zeker bijgedragen aan de prestaties die we hebben gezien. Laten we voordat we beginnen de line-up van de grid bekijken. Valtteri Bottas deed het gisteren prima.
De Fin start op pole position, met Lewis Hamilton ernaast. Door naar de rest van de grid hebben we Leclerc, Baker, Sebastian Vettel en Verstappen, Perez, Stroll, Albon en Carlos Sainz, Raikkonen, Ricciardo, Antonio Giovinazzi en Magnussen, Fiat, Gasly, Lando Norris en Romain Grosjean. Boccolacci, Latifi, Russell en Esteban Ocon staat achteraan op de grid. Welke van deze getalenteerde coureurs pakt vandaag de winst? Nou ja, hier zien we onze gridstrategy die we samen met het team hebben bepaald. Ja, we willen natuurlijk soft, medium, soft. Dat is de snelste tot nu toe. Ja, hier was ik nog even aan het kijken wat met fuel uit ging maken. Maar nee, dat werd tientje niks. Want we komen sowieso in fuelproblemen. Er is wat raars aan de hand met de Honda. Maar ja, het zal. We knallen in ieder geval tegen de voorkant aan van Lewis Hamilton tijdens de start. Hier wil Max stappen. En langs, we hadden Max een stap gepakt tijdens die start en we rijden op P3. Max zit er hiernaast. We beuken Max even er tussendoor. Maar de Red Bull van Max is sneller. Momenteel. De Honda motor van ons trekt ook net zo snel op als die van hem. Sterker nog, kijk naar de tijdwaarneming, zien we dat we weer inlopen. En hier op een 170 zitten, 0.0033. En daarna zit hij er voorbij zijn aan de Nederlander Max Verstappen. Althans, die heeft zich hier natuurlijk niet gewonnen met de Red Bull. En hier wordt dat heel moeilijk. Knallen we tegen de muur aan en is Max sneller in optrekken. Maar hier zetten we hem er gewoon weer steeds naast. En hier trok Max niet op. Maar we er voorbij aan zijn vlak voor het kasteelgedeelte waar we nu in rijden. En dan is het over voor de Red Bull coureur Max Verstappen. Althans, dat dacht ik, want ik denk van, nou, we hebben dezelfde motor, dus dan is op motorvermogen het wel eerlijk. Nou, jongens, daar hebben we ons gruwelijk in vergist, kan ik je vertellen. Kijk even gezellig mee wat er gebeurt. In ieder geval, eerst is de geel, Leclerc is verspind. Is dat door Max? Is dat door Max? Ja, het is door Max. Leclerc had er geen zin meer in. En hier zat Vettel er zelfs al naast. Maar ja, dat kwam niet verder dan dat. Max Verstappen, we lopen weer hard in op de Red Bull coureur. Er is wat mis met die Honda motor van hem. Want er klopt echt iets niet aan de auto. Want wij zijn sneller dan de Red Bull. Of even snel. Het is niet goed aan de kant van Red Bull. Want Albon daarentegen, die gewoon slechte kwalificatie had, rijdt wel gewoon snel, heb ik gezien. Dus ja, want die startte ergens op P8 of zo. Maar die rijden op de zesde plek. Achter Sebastian Vettel. En dan hebben we de groene sectoren. Maar daar komt Max Verstappen straks weer met de Honda motor. Dan is er toch wel iets mis. Maar door deze fout kan hij eraan voorbij. De Mercedes'en vechten beide voor de tweede plek. Ik bedoel voor de eerste plek. Want ze rijden allebei de snelste tijd. Hier komt zelfs Perez eraan voorbij. Onze motor heeft er echt geen zin meer in. Maar ik wil wel zeggen dat Honda ook weer verbeterpunten heeft. Want wij doen mee om die pole position op stratencircuits. En ja, vooral op zo'n snel stratencircuit als dit heb je die motor nodig. En heeft Honda ons toch weer een goede motor geleverd. Vettel trouwens voorbij aan Max Verstappen. Maar kijk even naar de tijdwaarneming. Ook met DRS, hoewel we zonder DRS rijden, komen we enorm dichtbij. Nu is het dan met DRS. Maar bij Red Bull hoort dat niet zo makkelijk te gaan. Vooral niet als je net voor Williams bent met je team. In ieder geval is Max Verstappen op rondje nummer 3 op P4 en we rijden er zelfs naartoe. We rijden er naartoe en we gaan het hier proberen. Remmen alleen veel te laat en Max kan er weer aan voorbij. Het is uithuilen en opnieuw beginnen. Perez wat toekijkt en gewoon niks kan beginnen aan dit gevecht. Ja, door nu zit hij natuurlijk in mijn DRS door deze domme inhaal, door deze domme actie van mij. Ik had gewoon moeten wachten, had ik hier Max voorbij kunnen steken. Maar ja, is niet gebeurd. Ik was te enthousiast. Maar ja, we lopen er weer naartoe. En gaan hier enorm wijd. Maar ja, dat terzijde in rondje nummer 4 kunnen we het opnieuw proberen op dit rechtstuk. Nu zitten we er voldoende achter. En kunnen we Max zo inhalen. Even laten remmen en Max heeft geen kans meer. En dit is een goede inhaalactie zoals het team ook al zei. En dan moeten we kijken of we het gat met Vettel kunnen gaan dichten. Wat nu 2.4 is.
En ja, op dat rechterstuk zien we wel gewoon dat wij trager zijn dan die Ferrari van Sebastian Vettel. En dat is niet leuk om te zien, kan ik je vertellen. Nee. Ik bedoel, van, we zijn wel langzamer. Kijk, we staan nu al op 2.8. Verstappen die gewoon geen centimeter dichterbij komt, zowat. En zelfs op 1.1 zit nu. En er komt geel. Er is geel en dat is achter mij. En dat is de Red Bull van Max Verstappen die stilgaat. Ja, ja, dat is niet in de tijdwaarneming. Max valt terug. Perez had hem in, Albon had hem in. Verstappen uitgevallen. Ik zei al dat er iets niet goed was aan die auto van hem. En dat is hier dus nu de bevestiging. Die auto van Max is niet goed. Dus ja, en sowieso Red Bull is slecht op dit spel. Ongelooflijk. Ik bedoel van, Red Bull is by far het tweede team. Maar ja, hier hebben we een grote fout gemaakt in het kasteelgedeelte. Ik zei al, we hebben in deze game nog nooit gedaan zo'n fout in het kasteelgedeelte. Nou, het is gebeurd. En ja, we weten hoe dit af gaat lopen. Die laatste bocht. Die laatste bocht gaat niet goed. Gaat niet goed. En dat is het einde van de race. En dan kunnen we opnieuw zeggen dat het team een goede motor heeft. Maar het balans echt bar slecht is. Want in dat kasteelgedeelte raakte ik hem bijna kwijt. Moest ik een klein beetje corrigeren. Waardoor het gruwelijk misging met de frontwing. En ja, dan wil ik nog het gat met Vettel verkleinen. Want ik zag hem rijden. Dat motiveert je dan zo. En dan ga je zo de fout in. Dat is gewoon dom. En ja, niks op aan te merken. Het is gewoon dom. Het is slecht van mij. Maar ja, op naar het podium. Zo komt de Grand Prix in Azerbeidzjan ten einde. Een fascinerende race met een welverdiende zege. Zeg eens Bas, waardoor zijn zij vandaag voorgebleven op de concurrent? Bij deze spelen de banden echt een grote rol in de uitkomst. Zoals altijd draait het niet alleen maar om snelheid, maar ook om een constante snelheid over de gehele baanafstand. Als je dus de rondetijd kunt behouden en toch vloeiend rijdt en aardig bent voor je banden, dan heb je de race vandaag gewonnen. Na een uitmuntende prestatie tijdens de Grand Prix zal het team van Mercedes vanavond wel een feestje bouwen. En dat verdienen ze. Nu is het tijd om te zien hoe dit resultaat... Weer een race wat helaas vroeg ten einde voor ons was. Maar dan zien we dat Mercedes een 1-2'tje heeft. Ferrari een 3-4. En Ricciardo met een geweldige vijfde plek. Albon valt tegen in de Red Bull. En dan zien we de twee Nederlanders in de sport zijn uitgevallen. Albon op P6. Het is een trieste vertoning van de Red Bull coureur. En dan zien we onze rivaliteit met Gasly die gelijk staat. Is niet leuk, want we hebben nog maar één race te gaan. Dus de volgende race moeten we knallen. En dat is Canada. Hier zien we ons team van waarbij we zien dat Bocalacci een level omhoog gaat. En ja, waarbij wij nog flink teleurstellen. En ons legit level 8 is. En we krijgen geen geld van de sponsoren. Want ja, dat is logisch. En dan zien we nog de stand voordat we deze video eindigen. En dan staan wij op P9 en DG Motorsport zelf staat op P6. Ja, dan zien we dat Albon 6e staat, wat normaal is. Max op P4 voor de Ferrari van Charles Leclerc. Dat is hartstikke goed. Dan zien we dat Danik Fiat 14e staat. En dan zien we de nummer 16 tot en met 22. Dan heeft 0 punten. En dat is gewoon triest en zielig. Nou ja, ik ga de video in ieder geval afsluiten. Mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan alvast zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En dat was te abonneren voor meer natuurlijk. En dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Later mensen.